Eerskomende Sondag is een wonderlijke, wonderlijke dag. Behalwe dat het opstandingsdag is, gaan ons Kersfeest vier op een baie besondere wijze. Ons begin die ochtend met ons kerssangdienst. En dan wordt die gemeente vooral uitgenooi om hartelijk saam te sing die lekker bekende kersliedere mee en wat daarmee saam gaan. Sondagavond is een kersaanbieding. Dan bederf ons bykie die gemeente met baie mooie kersliedere wat ons mooi ingestudeer het. En jylle weet ons nou al, aanbieding hier by Randendal, een musikale aanbieding is van een hoë staande gehalte. En so hartelike uitnodiging dat jy asseblief ook nie net jouself nie, maar ook jou vriende sal saamnooi om hierdie geleentheid mee te maak. Die volgende sondag, die 29ste, by die ochenddienst, het ons een baie belangrike geleentheid, wanneer ons, noem het maar, een mini-launch het, as het die Hollands kan gebruik, van die hele Prisma, Randendal Prisma gedachte. En so is een kerkkuier geleentheid, en ons gaan dit met mekaar baie geniet. En dan die middag 3 uur is daar een kerssangdienst, Mughali for Christ, met ander woord al die kerke neem daaraan deel, of is deel daarvan, daar op die boonste vlak van die nieuwe vleuel, die nietste vleuel by Key West, die parkeerarea. En daar gaan ons heerlijk saam kuier, die Heere loof en prijs, en met mekaar mooi muziek deel, 3 uur die middag tot 5 uur, maar asseblief vertel mense, en ook dat hulle hulle eie stoelen of sitgoeders moet bring, komberse, of wat het ook al mag beteken. Sondag aan toe preek Dominee Kennis by die aandienst, wat altijd een mooie geleentheid is, en hy vraag vir die mense, wie van julle kan die vraag antwoord, wie is jy? En daar sit die hele gehoor en nie een van hulle steek hulle hand op nie. En ek het net besef, ja, dat daar sommer nog baie mense is wat nog nie deel het en deel geword het van die hele reis wat ons tans in Randendal het rondom identiteit, heelwording, keuses en nou op die oomblik die hele gedachte rondom discipelskap nie. Dis mos daar die stilte tyd handleidings wat vir jou begelei en 'n beter verstaan van wie jy is en hoe jy heel kan word en soaan. En die vakantie leef voor, wil jy nie met jouself een afspraak maak, dat ek geestelik in my leven gaan inbou hierdie vakantie, en dat ek die stilte tyd handleiding, wat verband hou met 'n bepaalde thema, miskien wil jy allemaal kry, of miskien sê jy identiteit, of heelheid, of keuses, of discipelskap, ek gaan dit in die hande kry, en in hierdie vakantietyd gaan ek dit deurwerk, sodat ek dan ook een stuk geestelike opbou in hierdie vakantietyd beleef het. Kry asseblief jou stilte tyd handleiding, eerskomende Sondag by Inligting Stoonbank, of gedurende die week by Trini, natuurlijk by ons kerkkantoor.